Ja, nou, dan, jullie hebben 3 wedstrijden gespeeld, 9 punten. Maar het was weer zwaar bevochten vandaag. Hè? Ja, deze was echt uit het diepste van je tenen. Ik wist van tevoren en we wisten van tevoren dat Eindhoven gewoon echt een heel goed voetballende ploeg is. Ik denk dat je de eerste 20 minuten uit de startblokken vliegt. En dat we goed pressie geven en dat we echt laten zien van nou, we willen wat uitstralen. Ja goed, en dan worden de ruimtes wat groter en dan zie je dat Eindhoven daar veel makkelijker doorheen speelt dan dat wij dat doen in die fase. Ja, en dan maak je het jezelf echt heel lastig. Ondanks het feit dat je toch nog een kansje krijgt en we maken zelf de 2-0. Maar goed, ik ga zo aan het stuurstof. Ja, ja want zelf ja. Heb je... Ja, ik zag je overal op het veld. Je werd helemaal kapot, denk ik. Ja, goed. En het is gewoon jammer, want ik was wel overal op het veld. Maar ja, ik wil dan wel graag uiteindelijk in het duel komen. En je ziet dat hun telkens net een stapje in dat positiespel het goed uitspeelde. Vooral op het middenveld met een doorschuivende man. Ja, en dan kom je telkens een stapje te laat in. Ja, dan wordt het moeilijk. En dan kom je ook niet in het duel. Dus dan lijkt het heel wat. Maar uiteindelijk heb je te weinig duels uitgevochten. En dat is heel jammer. Maar ik moet er wel bij zeggen, Eindhoven en Jong Ajax zijn de beste voetballende ploeg in de Jupiler League, vind ik. Ik voetbal nu al 3 jaar tegen ze. En we hebben ze nu gehad. En we hebben 3 puntjes. Dus dat is prima. Ja, dat is prima. Ja, ja nee, gefeliciteerd. Weer 3 punten. Maar ook een paar extra griezoren, denk ik. Ja, zal er ook een paar uitgevallen zijn, denk ik. Ja, moet eigenlijk nog een beetje bijkomen. Ja, als ze dat soort wedstrijden elke keer was, dan... Dan werd ze inderdaad een paar jaar ouder. Weer gescoord? Dat gaat goed op dat vlak, hè? Ja, mag niet klagen. Maakt mezelf heel moeilijk nu natuurlijk. Als je 1-1 loopt. Maar goed, is ook weer een leuke doelstelling, denk ik. Ik zou zeggen, overal vol. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar ja. Het is nog een lange weg. Ik denk het eerste gedeelte van de eerste helft moet je 2-0 voorstaan. Maar aan het einde deel van het eerste helft moet je blij zijn dat 1-0 nog steeds is met rust. Ja, en dan de tweede helft, die 2-0 komt eigenlijk als geroepen, hè? Ja, die komt eigenlijk ook weer op een prima moment, ook weer binnen 10 minuten eigenlijk. Waardoor je extra wat lucht krijgt. En ja, dan is het helemaal zo dat je meteen eigenlijk voor mijn 5 minuten daarna of ik denk zoiets, de tweede geel krijgt van Tom. En ja, dat verandert de hele wedstrijd weer. En ja, dan zie je dat het weer heel moeilijk gaat krijgen, terwijl dat helemaal niet nodig was. Misschien. Ja, dat is voor mij ook nog moeilijk in te schatten. Ik bedoel, daar moet ik ook geen uitspraak over doen. Ik denk dat de rode kaart van Tom terecht is. Hij houdt gewoon geel en dan maak je een vrij domme overtreding op middenveld. Dus dat is terecht. Tom zou toch niet lekker in de wedstrijd, dat kostte ze hier. Ik gauw ook de intentie om te wisselen. Dus dat neem ik mezelf ook heel koorlijk dat ik er te lang mee gewacht heb. Dat had ik kunnen voorkomen. Ja, en Henkie, ja goed, ik denk dat er gewoon een... Een tackle inzet die hoog nodig wordt op dat moment. Ik zocht er geen kaart in, maar goed, bij de meijer zit er wel een beetje korter bij, dus kan ik niet beoordelen. Zou ik in de beelden moeten kijken. Ja, ik denk dat je in Engeland krijg je daar misschien geel voor of nog ineens, want dan gaan de supporters op de banken staan voor je, dan krijg je staan ovatie voor. Alleen ja, in Nederland, dan weet je dat je, dan is het risico als je zo erin komt zoals Henk deed. Dan geef je natuurlijk in Nederland, waar ze zo veel sneller kaarten trekken, en dan geef je natuurlijk wel een bepaald signaal van je kan hem geven. Ik bedoel, ja, ik had het met geel afgedaan, maar goed, ik ben geen scheids. Dus, ik krijg direct rood. En dan wordt het nog even heel spannend op het laatste, hè? Ja, ik bedoel, ja, dan zwijn je ook en heb je ook mazzel, denk ik. Maar ik denk dat we daarin ook al veel eerder 3-1 kunnen maken. Kans met Johan, ik denk met Nathan nog. Die ook niet uitkwam helemaal. En ik denk al met al dat het weer had gevochten. Net zoals die week twee weken terug tegen RKC, waar ik ook met 10 man kwam. En ik denk dat wel een kracht is op dit moment van ons. Dat wij voor elke meter gaan. En dat dan ook niet meer laten afpakken. Ja, zelf had je ook nog een soort van kans. Het was eigenlijk een goede actie, maar volgens mij kwam je net niet uit of zo. Nee, ik kwam niet uit mijn stappen. Uiteindelijk is het ook zo bij mij, als ik in de 16 kom, word ik vrij nerveus. Ik ben geen spits. Nee, maar het was een goede actie. Ik was er goed bij, snel. En nou goed, daar ligt ook wel een kwaliteit van mij. En heb je kunnen zien bij Telstar. Maar ik kwam niet uit mijn stappen, maar ik zag om me heen wel een paar gele shirts. Want ik heb dan niet het overzicht van de Johan Platt of van Frank de Moersje. Dus ik wilde het allemaal snel handelen, want ik stond opeens zo dicht bij de goal. Ik stond er zelf van. Dus het is jammer dat we die niet uitspelen, want dan wordt het 3-1, dan is het helemaal kassa. Ja, en dan de 3 wedstrijden 9 punten. Ja, mooi hè? Ja, dus is toch een ander gezicht dan vorig jaar.